twee kinderen willen oversteken, dus ik stop. Ik sta stil en ik kijk ook in mijn achteruitkijkspiegel en ik zie zo een klein autootje afkomen. Met piepende banden is hij tot stilstand gekomen, vlak achter mijn motto. Oh, ik was een tour gaan doen en mijn vrouw zit achterop. Dus je staat daar, aan een rood licht. Ik zie in mijn spiegel zie ik een auto komen aanrijden. En op het laatste moment gaat die mens op zijn rem gaan staan. Die schuift echt en die gaat zo langs mij. En die was zo zat aan mijn kant. Oh, man. Ik was in Dardennen aan het rijden en er was een bocht die... Wat ik van dacht dat gewoon een lange, snelle bocht was. Mm. En ergens ten hoogte van ongeveer dat punt waarop ik zag dat hem ging dichtknijpen, vol die voorrem gepakt, een schuiver gemaakt. Ja. Nee. Mijn ding, dat was de voorrang van Rex, dat ik er omver gereden ben. En in één keer, ik rijd, dat ik in mijn bocht pak voor in te slaan in die straat, rijdt hij ook over. En ja, pakt mij recht op in mijn midden. Dus ja. Hij heeft mij volledig tot het midden van de baan nog geduwd voordat hij door had dat ik voor zijn auto lag. Ja. Alle jongens. Drie mensen achter mij kregen op en we gingen op een baan langs de A12 afslagen naar rechts. Allemaal meegemaaid door een wagen achterop. Twee jonge gasten in de wagen, ons volledig meegepakt. Twee mensen hadden met een ambulance meegepakt. Dus alle vier van de baan met een motto per totaal. Man, heftig. Ik ben er meestal van bewust van het moment dat ik ze zo zie naar de witte meet schuiven, dan kan er iets gaan gebeuren. Ja. Het is eigenlijk de fouten van een ander inschatten. Je ziet heel veel stommiteiten, maar ik probeer er zoveel mogelijk van uit te gaan dat de mensen het op zijn minst niet expres doen. Ik denk het belangrijkste in deze situatie dat er vooral geen groot snelheidsverschil is. Dus dat die motorrijder zich bewust aan de snelheid houdt en een minimaal snelheidsverschil creëert met de file, waardoor dat hij eigenlijk kan anticiperen op die wagen die van rechts komt. Die grijze auto, oké, goed, die is wel in zijn fout, die auto, maar toch, als motorrijder, ik zou inhouden. Dat is eigenlijk toch iets dat je moet zien aankomen. Dat vind ik een moeilijke. Maar hij stond al vind ik het moeilijke, omdat hij iets doet wat je nu echt wel totaal niet gaat verwachten, dat hij over die witte lijn gaat rijden, toch? Het is een klassiek ongeval, hè? Iemand die dwars, iemand die uit zijn oprit komt of gelijk wat, maar die eigenlijk dwars komt ten opzichte van de motorrijder. En in dit geval, ik zou ook even gas dicht. Dus de botaar had eigenlijk voorrang, dat was die... Notus zat er eigenlijk al tussen. Nee. Als motorrijder, het is een klassieker bij wegversmalling, dat de motorrijder zichzelf gaat wegcijferen eigenlijk uit. Met de bedoeling van een beetje hoffelijk te zijn, maar op dat moment creëert je eigenlijk een gevaarlijke situatie naar die tegenligger. Op die moment is het eigenlijk beter je plaats op te eisen en meer naar links te gaan. Ja, ik zou die ene al niet durven voorbijsteken, want die ene pinkt naar rechts. De andere is ook een plaats naar rechts aan het zoeken, dus je weet, het eerste gat dat hij vindt, gaat hij naar rechts. Maar dat is een groot verschil met twee files die in beweging zijn, want ze rijden niet zo snel, hè. Ze rijden bijna 50. Als die allemaal vol zitten, ça va, hè. Dan is er niet veel beweging. Ja. Maar als er zo'n gaten zijn, dan begint het. Maar het is van het moment dat je ziet dat er zo'n gaten zijn, dat je voorzichtiger bent, hè. Dat je 1000 keer beter oplet. Ja. Hij weet dat er een tegenligger komt, die heeft hij nog net gezien. Nee. Hij zei, als die voorbij is, dan ben ik weg. Ja. Hij laat die passeren en hij is ook weg. Maar het gevaar, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, op die rechte baan, waar dan het gevaar is. Komt er een baan uit, zeker? Of ja, je hebt daar op de rechtse kant een baan. Als je daar als autobestuurder uitkomt en je ziet een vrachtwagen... Oh, dat kan ook voor. Daar vertrekt hij. Als dat op het slechte moment gebeurt, dat hij het inhaalmanoeuvre doet, dan heb je de prijzen.